Weet je, ik had een heel vlammend betoog voorbereid en een heel denderend begin. Want zo zit ik als persoon in elkaar. Ik hou van dynamiek. Maar zoals Sanne net al zei, je kan niet weten wat de Heilige Geest gaat voorbereiden als je ergens gaat spreken. Het komt goed met de christengemeente Tholen. Weet je waarom? Pak toch deze maar even. Het komt goed met de christengemeente Tholen omdat hier mannen en vrouwen van God op het podium staan die gebruikt worden door de Heilige Geest. Je kan nooit onderschatten wat de Heilige Geest door jou gaat doen als je uitstapt in geloof. Je kan nooit te weinig verwachten als je, net als ik nu, zegt dat je zenuwachtig bent, maar je doet het toch. Je kan nooit weten wat de Heilige Geest gaat werken als jij hier je alles wat je hebt samen met je vrienden geeft. En staat te dansen op het podium voor God. En op je stoel. Blijf dat vooral doen. En ik nodig ook de oudere persoon uit om dat ook te blijven doen. En te gaan doen. Misschien weer opnieuw te gaan doen. Wat doe ik hier, weet je? Het is vrij zinloos dat ik hier sta, want de preek is al geweest. Heb je dat gehoord? Ik zat er in Italië, dan denk ik, hoe komt zij naar Italië? Ik zat in het vliegtuig, Ik heb zo eens even wat nagedacht, bam, 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 bam. De ene waarheid naar de andere. Het leiderschap staat klaar, jongens. Werkelijk waar. Ik zou deze zuster gewoon in de gewone dienst... Ik snap ook soms het onderzoek. Voor mij zou iedere dienst een jeugddienst moeten zijn, maar dat terzijde. Geef die mannen en vrouwen hier de ruimte. Echt waar. Dan doe je er gewoon drie. Normaal duurt de preek een half uur. Dan vraag je drie van die kanjes om drie keer 10 minuten in te vullen. Je gaat gezegend naar huis, ik zeg het je. Toch besparende kosten ook, hè? Reiskosten, hoeven geen sprekers van buiten te komen, dat soort dingen. Want goed, ik zat op mijn kantoortje te werken in Enschede. En ik kreeg een mailtje van Rodé en die zei... Goh, heb je al zin om ons te komen spreken? Ik zou natuurlijk, ja, ik denk nog nooit na. Ik doe altijd eerst en daarna ga ik nadenken. Er zijn sommige mensen die dat herkennen. Oké, er zijn er nog vier. Goed. Ja, want hier zijn we natuurlijk in het nuchtere Tholen, Zeeland. Rustig. Net als bij ons in Twente, hè? Kalm aan. Eerst kijken we de kat uit de bomen en dan stoppen we hem weer terug. Dus ik had gemaild aan Rodé van, ja, nee, is goed, ik kom. Ik denk, shit, Tholen. Google Maps erbij. 504 kilometer heen en terug. Ik denk, nou, dat is wel heel erg vroeg eruit, weet je. Dus ik heb gisteravond geslapen bij vrienden in Bergen op Zoom. Dus het was een slechte kwartiertje rijden. En toen hebben jullie hier een nieuwe snelweg neergelegd die mijn navigatie nog niet kende. Dus de afslag Tholen gaf hij. Maar hij zei nog 7 kilometer rechtdoor. Dus ik reed die afslag voorbij en toen wist hij het niet meer. Toen reken ik er het groene weiland in. Waar geen. Ken je dat met Tom? Als de weg er niet meer is, dan laat hij het dwars door het weiland rijden. Dat is heel leuk. Dus de volgende afslag ben ik eraf. En toen heb ik de. Mag mijn zonde hier beleiden? Ik heb iets harder dan de maximale snelheid gereden om hier op tijd te zijn. Maar goed, het thema is natuurlijk vandaag dankbaarheid. Wat een gaaf thema. Ik moet Rodé nog een klein beetje om vergeving vragen, want ze wilde mij, kan je wat met het thema dankbaarheid? En zoals jullie mij nu kennen, ik zeg altijd eerst ja en denk daarna na. Ik zeg ja hoor, dankbaarheid, wat moet ik daar eigenlijk mee? Hè, het is zo'n aanname, christenen zijn dankbaar. Nou, tuurlijk, dankbaar. En ik lag te draaien in mijn bed, jongens, van jongen, nog 2 maanden te gaan, nog 6 weken te gaan, nog 4 weken te gaan. Nou moet het toch wel een beetje gaan gebeuren met dat thema dankbaarheid. En om 12:30... Ik kreeg hem. Moet je opletten.
Waarom zijn wij christenen het meest dankbaar? Waar zijn wij het, jullie mogen, ik hou van interactie, als ik iets vraag mag je wat terugzeggen. Waarom zijn wij christenen over het algemeen het meest, waar zijn we het meest dankbaar voor? We hebben het net al gehoord in de preek. Sorry? Het weer. Ja, dat is heel goed. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Maar waar zijn we, zeg maar, het weer is fantastisch. Want... Dankjewel, zuster. Maar waar zijn we het meest dankbaar voor? Hè? Goed, jullie zijn christenen. Nou. Sorry? Onze gezondheid? Jongens, we zijn hier toch bij een geestelijke gemeente. Wat Jezus heeft gedaan. Hè, natuurlijk, natuurlijk. Amen. Iedereen mee eens? Oké, jullie zitten fout. Let op. Ik kom uit de achtergrond van de vergadering van gelovigen en daar hadden wij ook, net als hier, heel veel aandacht voor het kruis. Het kruis is natuurlijk ontzettend belangrijk wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan, maar ik heb de laatste tijd ontdekt, het is pas het begin. Niemand schiet me af, gelukkig. Het is maar het begin, hè. We gaan naar Pasen toe, zometeen, en daar heb je deel 2 van dezelfde medaille. In Romeinen staat, de Heer Jezus stierf, weet je waarvoor? Voor toegang. Toegang tot de erfenis staat er in de Romeinen. Nou, hoe krijg je toegang tot die erfenis? Door wat te doen? Te bekeren, inderdaad. En wat doe je als je gaat bekeren? Geloven. Hoorde ik iemand geloven zeggen? Het geloof, zegt Romeinen 5... is de enige wat je hoeft te doen om toegang te krijgen tot die opstandingskracht. En ik kom tot de ontdekking dat de Heilige Geest dat in steeds meer gemeenten in Nederland aan het opwekken is, dat wij niet alleen weten, maar ook geloven dat Jezus stierf, en dus ook gaan staan in onze kracht die we van hem gekregen hebben, omdat hij opstond. Weet je dat er in de Bijbel staat dat dezelfde kracht die hem deed opstaan uit de dood, jou ter beschikking staat? Niet morgen, niet volgende week, niet volgend jaar, maar nu. Zoals je kon zien hier voor de kijkers rechts. Dan ga je namelijk op je stoelen staan en dansen. Weet je hoe groot de power is die hem uit het graf deed opstaan? Ik ben er echt de laatste 2 jaar echt helemaal flabbergasted van. Echt, nee, dat meen ik echt. Ik zit in mijn Bijbel te lezen, ik denk van, hè, stond dat de hele tijd al? En dan ben ik 25, 30 jaar christen. Dus al vergeet je alles wat er zometeen wat ik nog ga zeggen. Onthoud dit. Er staat jou een power ter beschikking. Werkelijk waar, daar heb je geen, ik hoop, steeds meer idee van. Nou, in het Oude Testament, waar ik even met jullie naartoe wilde gaan. Naar 1 Samuel. Wisten ze daar eigenlijk al wat van, zonder het zelf te weten. Jullie mogen met mij even opslaan. Een beroemde geschiedenis, velen van jullie zullen hem waarschijnlijk wel kennen. En dat is in 2 Samuel 23. Samuel is het Oude Testament. Het Oude Testament is het eerste gedeelte van de Bijbel. En Samuel staat een beetje voorin. Ik lees jullie voor uit de MBG-vertaling 1951. Zijn er nog mensen die hier de MBG-vertaling 1951 gebruiken? Eentje. Oké, dan. Broeder, ik hou van u. Maar in het boek staat het vrijwel hetzelfde, heb ik gezien. Mijn vrouw zei van, lees nou uit het boek in de jeugddienst. Oh ja, maar goed. Ik neem toch maar deze vertaling, want deze, ja, dat vind ik gewoon fijn. Ik zal het voorlezen voor jullie zoals ik denk dat het voorgelezen zou moeten worden. Ik zit in 2 Samuel 23, vers 16. Dit gaat over jou. 2 Samuel 23, vers 16. Toen braken die drie helden door het leger der Filistijnen heen. Ik wil iemand van 16 jaar vragen om op te staan en dit uit zijn Bijbel voor te lezen nu. Is er iemand van 16 jaar? Wie is 16 hier in deze zaal? Niemand! Ik wil iemand van 15 jaar vragen. Zuster, lees hem voor, in jouw vertaling. Vers 16. Toen vochten de drie helden zich een weg dwars door het leger van de Filistijnen heen. Ze schepten water uit de put bij de poort van Bethlehem en brachten hem naar David. Maar David doet dat niet liever.
Dank. Ja, sorry, maak maar af. Hij goot het voor de Heer uit op de grond en zei: Heer, hoe kan ik water drinken dat deze mannen met gevaar voor eigen leven hebben gehaald? En hij wilde het niet drinken. Deze dingen hebben die drie helden gedaan. De geschiedenis vertelt: David zit daar. Natuurlijk weer eens met de Filistijnen tegenover zich in een of andere situatie. En dit stuk staat in, wat er ook bij mij boven staat, Davids helden. Van wie is David een beeld? Jezus. En als je erover nadenkt, hoe die mannen hier bij David überhaupt gekomen waren, dan staat er in 1 Samuel 22... dat zijn leger in het begin gevormd werd door personen zoals jij en ik. Degene die David gingen volgen, dat waren mensen die hadden schulden en die waren verbitterd. Misschien zit jij hier wel met in zo'n state of mind. Je voelt je schuldig, misschien ben je verbitterd, of zit je in de problemen, of whatever. Je hebt zelf niet het idee dat je bij de koning mag komen, maar de koning zegt: ik heb jou graag erbij, want ik ga namelijk een leger bouwen. Ik ben op dit moment bezig een leger te bouwen. Het is niet bepaald een elitekorps. En dat is nummer 1. Ik had nog een PowerPoint bij me trouwens. Oh, goed dat ik eraan denk. Ik moet hem eerst aanzetten, wat de jongens er zegt. In de peloton van de koning ga je leren om je dankbaarheid die je voor hem hebt om te zetten in power. In strijdkracht. En dit is het woord wat ik heb ontdekt, wat ik mag geven aan hem vanuit dankbaarheid. Het staat hier voor jullie neus. En ik heb 3 woorden ontdekt waarmee wij elkaar mogen bemoedigen als christenen om daar vooral niet mee te stoppen. Ga zo door. Het is bijna hetzelfde. Geef nooit op, ga zo door. Dankjewel, broeder, voor de aanvulling. Ook 3 woorden. Ga zo door. Dat is hemelse logica van God. Halo 1, mijn lieve vrouw heeft meegewerkt aan mijn preek. Ze kon er helaas vandaag niet bij zijn, want ze zit op het zangfestijn van de opwekking. Ga daar een keer heen als je je stem terug wil horen op de nieuwste opwekkings-cd. Dit is Halo 1 en ik heb er 3. Hemelse logica is dat God niet wacht tot jij perfect bent en zegt: oké, nu denk ik dat je helemaal perfect bent, welkom in mijn leger van strijders. God zegt juist andersom. Ik zie dat jij niet perfect bent, maar omdat jij gelooft in mijn perfecte zoon, ben je welkom in mijn leger. We gaan samen de vijand verslaan. We gaan er doorheen breken, wat hier staat. Ik weet niet wat jouw probleem is, waar jij morgen tegenaan moet kijken, wat jij de komende week weer moet gaan feesten in jouw leven. Misschien heb je onlangs besloten dat het toch zinloos blijkt. Maar hemelse logica 1 van morgen voor jou is: breek er doorheen in de naam van Jezus. Ik moest hier aan wennen, weet je dat? Om dat tegen mezelf te zeggen en op vele plekken in de Bijbel terug te lezen dat Paulus, de bekende evangelist, ook schrijft, heel vaak: pak ze aan! Die demonen. Gebruik het zwaard van de geest. Hij schrijft in de Korinthebrief dat wij getoord zijn met de wapens van de gerechtigheid in de rechter en linkerhand. Als die schooldeur morgen voor jou open gaat, weet je waar de schooldeur dan voor open gaat? Voor een dappere strijder in de naam van Jezus. Wist je dat? Als jij morgen op je bedrijf komt, of in je keuken staat, of waar je ook maar naartoe gaat, weet je wat er gebeurt als jij binnenkomt? Met die wapens van de gerechtigheid aan de linker en rechterhand?
Oh nee, denken dan de eventueel aanwezige demonen. Daar heb je weer een strijder van Jezus Christus. Dat is geen grapje. Dat is jouw identiteit. En weet je wat het gaaf is? Het is niet gebaseerd op jouw gedrag, maar hoe de levende zoon van de enige God zich heeft gedragen ten opzichte van wat God van hem verwachtte. Hij is aan het kruis gaan hangen. En wat mij verdrietig maakt, is als wij christenen onder onze stand blijven leven. Je bent geroepen om samen met de koning in de strijd te staan, die al heeft gezegd, psst, je bent meer dan overwinnaar. Het is waarheid, hè? Er is niets in deze wereld wat niet is overwonnen door het werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis. We gaan naar Halo 2. Deze uitbraaksituatie ontstond doordat David zat te zuchten. Koning David zat te zuchten. Zijn drie vrienden kwamen bij hem en hij zei, oh, dat iemand mij toch weer eens dat water geeft uit de bron van Bethlehem. Maar ja, Bethlehem was een beetje lastig te bereiken, want daar lagen die vervelende Filistijnen voor de deur. Weet je wat het grappige is? Die drie kerels, die waren in ieder geval niet ver van de koning vandaan. Alright? Ben je met me eens? Je kan niet iemand horen als je niet een beetje bij hem in de buurt bent. Vroeger bleef ze nog hangen. Blijf dicht bij de koning in de buurt. Want als hij dan iets tegen je zegt, dan kan je hem horen en dan kan je in actie komen. Die gasten werden gegrepen en zo sterk gegrepen dat ze bam door de Filistijnen linies heen braken. En wat het grappige is dan nog, dat ze ook weer terug moesten. Staat er allemaal niet bij. Ze namen het mee en brachten het naar David. Een zin van 7 woorden. Ik weet niet wat jullie denken, maar ik denk niet dat die Filistijnen zeg maar op de terugweg hebben gezegd, halleluja, we steken de vlag uit, daar heb je die Hebreeën weer, we geven ze ruim baan. Denken jullie dat? Voor mij hebben ze weer enige moeite moeten doen om er doorheen te breken. En weet je wat Paulus zegt in de Filippenzen brief hoofdstuk 3? Ik ben gegrepen door Jezus. Vandaar dat hij, net als deze gasten hier in het Oude Testament, alleen maar aan het jagen was, Paulus. Zie je wat een gaaf voorbeeld het is van hoe wij als christenen die in het Nieuw Testament zijn, hoe wij voorwaarts mogen gaan omdat ze het in het Oude Testament al deden. Toen was het een natuurlijke koning, David, en wij dienen de geestelijke koning, Jezus. David was een afspiegeling van de Heer Jezus. En wij dienen de echte koning. David was redelijk, hoewel hij heel dapper was en zijn vrienden ook, redelijk beperkt in zijn vermogen. En wij zijn onbeperkt. Zie je het verschil? Er is geen limitatie in de kracht die jou ter beschikking staat om door je problemen heen te breken in de naam van Jezus. Laat niemand je iets anders vertellen als je zegt, Heere Jezus Christus, ik wil u najagen. Uit dankbaarheid geef ik niet alleen een beetje, ik geef alles. En in uw naam ga ik mijn problemen aanpakken. Laat niemand je vertellen dat dat niet mag of niet kan. Of dat het egoïstisch zou zijn of allerlei andere dingen die ik in mijn jeugd heb gehoord. De drie mannen die zeggen van, weet je wat, we gaan dat water gewoon even halen voor David. We hebben zijn roep gehoord. We hebben zijn zuchten, staat er in een andere vertaling, gehoord. En we knallen er doorheen. Stel nou dat ze hadden gezegd van, nou weet je, David zegt dat nou wel, maar laten we er anders eens een vergadering over beleggen. Is dat eigenlijk wel een goed idee? Hè, de geestelijke onder hun hadden gezegd, misschien moeten we ervoor bidden. Of een bijbelstudie over beleggen. Ja, zei Piet.
Ik weet niet of het was een goed idee is, hoor. Ik bedoel, ik heb eens naar die Filistijnen gekeken. En die zijn toch wel flink bewapend. En wij zitten hier, we zijn maar met z'n drieën, zij zijn met 300. Ik heb Google er eens even bij gepakt. Die weg die daar vroeger liep, die loopt daar nu niet meer. Snap je? Dus als jij zegt van, hey, ik ga eens even kijken. Mijn problemen ga ik eens eventjes onder de loep nemen. Ik ga eens eventjes goed kijken. Dit probleem is toch groter dan ik dacht. Ja, hè? Als jij door een vergrootglas gaat kijken naar je problemen, dan worden ze ook waarschijnlijk groter. Ja. Het is helemaal niet nodig. Het is helemaal niet nodig. Als jij gegrepen bent door de stem van de koning, als het vuur van de Heilige Geest, kunnen wij nu zeggen, hè, als christenen, brandt in je hart. Ja, dan heb jij voortdurend moeite. Dan moet je een soort touw aanleggen, omdat de rest van de groep je niet kan volgen. Ladies, doorgaan, hè. Laat het vuur branden, hè. Op een gegeven moment zullen ze hier zeggen, we kunnen jullie niet meer volgen. Nee, zeg je, dat is goed, want wij zijn ook de leiders. Snap je? Leiders zijn op een bepaalde manier altijd een beetje onafvolgbaar. Je moet moeite doen en gas geven om ze bij te houden. Dat is heel mooi, want dan komen we met z'n allen in beweging. En goede leiders remmen op tijd af, zodat de rest er weer zich kan volgen. De leiders van de gemeente. En dan geven ze weer gas. Naar de tweede versnelling. Gaat gebeuren. Heel tolen. Als jullie hier gaan uitbreken vanuit dit gebouw, letterlijk en figuurlijk, nou dan... Ik heb begrepen dat het al een keer is aangepast en verbouwd. Jullie hebben nou nieuwe stoelen. Ik zou zeggen, nieuwe stoelen moeten gevuld worden. Met mensen die Jezus nog niet kennen. Mensen die nu nog klem zitten tussen de Filistijnen. Die hebben andere mensen nodig om door te breken. Staat hier. Leg je aandacht niet op je omstandigheden, maar breng ze bij God. Ja. Als jij je kleren aantrekt, je hebt net nieuwe kleren gekocht en je denkt, oh, dat rolletje. Nou, jullie hebben dat misschien niet, maar ik heb dat wel. Mijn vrouw zegt dat ik te dik ben. Maar goed, ze kopen wel deze kleren van mij en dan zeggen mijn vrienden, oh, je ziet er weer charismatisch uit. Dan zeg ik, oké, dan richt ik me daarop, hè. Ik ga me voor grote lach niet richten op mijn rilletje. Hoe heet dat, jongens? Rilletje? Oh, jullie hebben daar nog geen last van. De oudere dames, hoe heet dat? Heet dat een rilletje? Een rolletje. Oh, een rolletje. Oké, dank je. Ik heb hem hier nog even opgeschreven, hè. Richt je mindset op wie Jezus zegt dat jij bent, hè. Want je gedachten zijn heel belangrijk. Je gedachten bepalen je gevoel. Misschien als je mee wilt schrijven, ik zie sommige mensen pen en papier pakken of een smartphone. Ik heb in mijn smartphone een plek voor notities te maken, kan ik je aanraden. Echt waar. Je haalt meer zegen uit preken als je meeschrijft. Je gedachten bepalen je gevoel, je gevoel bepaalt je gedrag. Je gedrag bepaalt je gewoonten bepalen je karakter. En je karakter bepaalt je leven. Ik zie nog meer mensen pen en papier pakken, dus ik lees het nog één keer voor. Je gedachten bepalen je gevoel. Je gevoel bepaalt je gedrag. Je gedrag bepaalt je gewoonte. Je gewoonte bepaalt je karakter. En je karakter bepaalt je leven. Het begint allemaal bij wat je dagelijks denkt. Dus Halo 2, hemelse logica 2. Let niet op je omstandigheden, maar breng ze bij God. Daar heb ik ook nog iets van. Ja. Hij doet het. Ik zeg iedere dag onder de douche, de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus stroomt door mij heen. Dat doe ik nu ongeveer in 3 of 4 maanden en ik voel het bijna fysiek. Ja, maar zijn nu een aantal van jullie beginnen nu een ander verhaal tegen zichzelf te vertellen.
Er zijn altijd redenen om jouzelf een ander verhaal tegen jezelf te laten vertellen. Totdat je gaat kijken naar wat de reden is die Jezus Christus voor jou heeft bewerkt toen hij stierf en opstond. Ik laat gewoon niet meer toe dat ik wat anders denk. Dat er iets anders in mijn hoofd komt. En als ik het doe, dan breng ik het bij God. Zoals in 2 Korinthe staat, ik arresteer het en breng het onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Hupsakee, weg ermee. Ik zeg niet dat je geen moeilijke gedachten meer kan hebben. Hè? Ik zeg niet dat je niet af en toe het moeilijk kan hebben met jezelf of met anderen. Ik zeg ook niet dat er geen zorgen of problemen zijn, want die zijn er. Voor je het weet zit je in het welvaartsevangelie. Neem Jezus aan en je wordt miljonair. Dat is niet zo. Dat is echt niet zo. Maar het is wel zo dat ik in mijn omstandigheden, zoals Paulus inderdaad, het werd vanmorgen door een van de leiders voorgelezen, dankt onder alles. Wees dankbaar onder alles. Wees niet dankbaar voor alles. Hè? Het is soms niet alleen goed om te lezen wat Paulus schrijft, maar ook hoe hij het schrijft. Wees dankbaar onder alles. In mijn omstandigheden zeg ik voortdurend, de Heer Jezus Christus heeft ook voor mij in deze situatie de overwinning behaald. En daar stap ik op. Die mannen breken door de Filistijnen heen. Waren daarna de Filistijnen weg? Dat niet, maar in Gods kracht kwamen ze er doorheen. En zoals ik net in het begin al zei, in de Bijbel staat heel duidelijk dat de opstandingskracht die ons ter beschikking staat, vele malen groter is dan de kracht die deze gasten ter beschikking stond. Weet iemand nog waarom? Waarom hebben wij veel meer kracht dan deze mannen in het Oude Testament gehad zullen hebben? Door de Heilige Geest. Dankjewel, Tamara. En, sorry, neem me niet kwalijk. Damaris. Ik verstond Tamara net toen ik op die stoel zat. Damaris, nog veel mooiere naam. Dankjewel, Damaris. Hoe kon de Heilige Geest komen? Door Jezus. En door wat hij leed en stierf. En daarna, wat gaat met Pasen gedenken? De opstandingskracht. Ja, maar, Jan-Jaap, zeggen mensen, waarom praat je eigenlijk toch zo vaak over gerechtigheid door geloof en de kracht die daaruit voorkomt? Nou, omdat ik het mis in onze kerken, dat daarover gepraat wordt. En ik wil jullie ook uitdagen en uitnodigen, wie weet ontmoeten we elkaar nog een keer, om daar met elkaar naar op zoek te gaan als christengemeente Tolen. Want als je daarvan diepere overtuiging krijgt hoe groot die kracht is, dan is dit gebouw echt binnen een half jaar te klein hoor, dat zeg ik je. Als wij de wereld konden uitleggen wat de power is die je krijgt als je in Jezus gaat geloven, stonden ze hier in de rij. Dan hadden wij een heel ander imago dan helaas het imago wat ook heel veel kerken, ook in jullie omgeving waarschijnlijk, hebben. Ik mag niks, ik kan niks en uiteindelijk wil ik ook niks meer. Het is zinloos om te gaan geloven, want het is allemaal regeltjes en geboden. Is dat zo? Wat vinden jullie daarvan? Ze hoeven niet hier in de rij te staan, als ze maar bij Jezus in de rij staan. Oké, okay, maar waar is Jezus? Ik ben het met mijn zuster eens. Het hoeft niet hier, hè? Maar ik zou het wel kicken vinden, hoor. Als ik de volgende keer hier kom en het is echt, moet hij staan hier zo van ramen open, deuren open. Het wordt toch zomer, weet je wel. Staat er in de PZC... gevel, gebouw christengemeente gestut. Reden, ze zijn er uitgebroken. Gaat gebeuren. Gaat gebeuren. Iedere keer als jij zegt, ik heb de stem van de koning gehoord, zoef. Dan zegt de andere helft van de gemeente, wat zijn ze nou weer aan het doen, joh, die jeugd, joh. Ze zijn alweer aan het dansen op het podium. Moeten jullie gewoon een keer midden in de dienst doen. In een gewone dienst. Moet je een keer doen. Ja? Ja? Hoppa. Geregeld. Geregeld. Weet je?
Wij willen leven door de geest van God. Want we gaan naar hemelse logica 3, de laatste. Iedereen die door de geest van God is aangeraakt, die komt in beweging. Die heeft veel minder mitsen en maren, die gaat veel minder vergaderen. Ja, er gaat wel veel meer gebeden worden, maar er worden minder vragen gesteld. Iemand zegt, joh, we doen het gewoon. Huppakee, kan mij het schelen wat ze ervan zeggen. Want wat ik heb gemerkt, het zal waarschijnlijk bij jullie niet voorkomen, de tegenstand in de kerk is soms groter dan de tegenstand buiten de kerk. Dat is echt waar. Heel raar, heel vreemd. De meest dynamische mensen van deze planeet zijn soms... Oké, een heel ander verhaal, laat me zitten. Eigenlijk is het tonen van dankbaarheid naar onze geweldige God... Het tonen van dankbaarheid wordt merkbaar als jij die wereld ingaat. Ik zag dat jullie hardlooptraining hebben. Toch? Geweldig! Ik zat eerst naar de Haiti te kijken. En toen dacht ik, oh nee, dat is niet vandaag, maar dat is met Pasen. Maar toen zag ik wel staan, woensdag hardlooptraining. 6:30, verzamelen bij de Oesterschelp. Oesterschelp. Prachtig gebouw, denk ik. Of is het hier langs het water? Oh, is het dit? Oh, ik ben heel goed voorbereid als spreker. Goeiedag. Weet je wat het gaaf is van een hardlooptraining? Kan ik tegen mijn collega's zeggen. Joh, we hebben een hardlooptraining. En jouw vrouw heeft ook tegen je gezegd dat je rolletjes begint te krijgen. Ga met me mee met de hardlooptraining. En dan zeg je tegen die broeder die ook meeloopt. Bidden onder het hardlopen. Bidden. Dus je loopt hard te lopen. Op een gegeven moment kan je toch niks meer zeggen. En dan loop je, ja, bidden jongen. En dan ga je 3, 4, 5, 6 keer hardlopen. Maar op een gegeven moment zegt die gast, die collega van jou, die de Heer niet kent, die zegt, jullie zijn wel behoorlijk actief, hè? Ik dacht dat jullie geloofden. dat heb ik wel eens gehoord. Ik dacht, hoe kan het dat jij zo gedraagt als je je gedraagt? Want je bent toch een christen? Ik zeg, ja, juist daarom! Snap je? Ga hardlopen met heel de gemeente. Ik hoor dat er bijval is hier in de zaal. Ik word echt vrolijk daarvan. Ik heb nog nooit bij een gemeente gesproken waar ze hardlooptrainingen geven. Een bootcamp? Nou wordt het wel heel spannend. Maar weet je wat het ding is? Doen jullie hier al Athletes in Action? Die zomer heb ik ook een paar keer... Ik ben alweer gevraagd als teamleider. Heb je dat gezien? Ik zeg, jongens, ik ben 43, stop het mee, we willen jou als teamleider. Ik zeg, stop het toch mee. Maar goed, dat is briljant. Sporten in de wijk, weet je, wij moeten altijd zelf de 100 drollen opruimen. Maar de kracht van de Heilige Geest is nergens groter dan daar. Echt waar. Ik sprak een vrouw bij de Alfa, ik mocht praatje houden bij de Alfa kussen. Ze zegt, Tamara, eindelijk ontmoet ik je, want ik heb zoveel van je gehoord, vertel eens. Ze zegt, ja, nou ja. Mijn kinderen kwamen thuis en die hadden zulke mooie verhalen over de Bijbel. En toen was er nog een andere vrouw, die bleef maar komen op de koffie. Als het goed ging met me en slecht ging, ze bleef maar komen. En toen dacht ik van nou, als dit het christelijk geloof is, dan geef ik het maar een kans. En ze ging naar de Alfa-cursus vorig jaar en nu ging ze naar de Beta-cursus. Weet je, ik moest de tranen uit mijn ogen, net als net. De tranen uit mijn ogen wrijven. Dat is de kracht van de Heilige Geest, weet je waar? Niet hier in de kerk, op de hondenpoepveldjes van Tolen. En al ben je niet zo sportief, maakt helemaal niks uit joh. Dan ga je gewoon banken klaarzetten, ranja maken, traktaten uitdelen. Misschien ben jij goed met computers, neem je je laptop mee of je iPhone of je legt. Ja, veel mensen weten niet hoe een smartphone werkt. Ik heb ontdekt dat de mensen weten die wel weten hoe een smartphone werkt. Dus jongens van de techniek, jullie zijn ook echt nodig. Mag ik even een applaus voor de jongens van de techniek? De strijders werken samen, hè? Ik kan hier niet staan zonder hun, voor alle duidelijkheid. En ze zijn vaak onzichtbaar. Dat we even genoemd hebben. Tot slot. David, die zegt van... Ik ga zo dankbaar zijn. Ik ga zo ontzettend dankbaar zijn. Dat ik dat water niet ga drinken als een grote egoïst.
Maar ik geef het terug als een offer aan God. Dus hij geeft het. Hij geeft het over. Hij geeft het eigenlijk terug aan God. En zo leef ik ook. Ik leef in overgave, en jullie ongetwijfeld ook, aan God. Dus het is niet meer zoals in het Oude Testament een offer, maar ik ben zelf het offer geworden. Snap jullie wat ik daarmee bedoel? In het Oude Testament, als je rein en heilig weer wilde worden nadat je gezondigd had, dan ging je allerlei dingen doen. Ik moet er niet aan denken hoe het er echt uitgezien moet hebben, maar je ging beesten doodmaken en die ging je dan verbranden. Het stond volgens mij vreselijk, maar in de Bijbel staat gewoon, ja, dat was een geuroffer of een slachtoffer of een huppelhuppoffer. En dit is een plengoffer. Maar die mensen deden dat buiten, als het ware buiten hunzelf. Ze gingen ergens naartoe, brachten dat offer, gingen weer terug naar huis en gingen ze verder met hun leven tot de wereld fout ging en ze zondigden. Heel ingewikkeld stelsel van offers. Maar dan komt het Nieuwe Testament en dan zegt Paulus, ik giet mijzelf uit als een plengoffer. Snap je nu het verschil? Het is een beetje het filosofische deel van mijn preek, vlak voor het eind. Het gaat eigenlijk om loslaten. Ik laat alles los, ik heb alles losgelaten, opdat Jezus in mij gestalte kan krijgen, schrijft Paulus. Mijn oude mens is dood en nu leeft Jezus door mij. Woe! Ik zie dat jullie er ook heel enthousiast van worden. Dit is ook een Bijbelse waarheid, hè? Als jij jezelf uit gaat delen, ga je ontvangen op de geestelijke manier. En blijf kijken door de gouden bril. Leg niet het vergrootglas op je omstandigheden, maar op de kracht van God. Wat ik net ook deed, hè? Er zit zoveel kracht in het hardop uitspreken van de Bijbelse waarheden. Er is een wereld in nood en God heeft jouw handen en voeten nodig om die wereld te veranderen. Dus morgen, of eigenlijk vanmiddag, na de dienst, zet dan je juiste bril op. De bril waarmee God naar je kijkt. Ja? Zijn jullie er nog trouwens? Oh ja. Kijk met de juiste bril. Rodé herkent hem denk ik wel. Sander heeft hem ook gebruikt in het kamp, hè, deze bril. Hè? Ja. Dit is de bril waarmee je naar jezelf moet kijken. Hè? Mag kijken. Dus op het moment dat iemand er volgende week zondag in de dienst of door de week kom je iemand tegen, misschien bij de hardlooptraining, komt iemand met een sip gezicht aan, dan zeg jij tegen hem of haar, hey, heb je je gouden bril nog op? Oh ja, zegt hij. Of ga een keer lopen met z'n allen met deze bril op. Nou, daar wordt echt wel over gepraat in Tolen, hoor. Oké. Ik wou afronden. Ik heb iets voor jullie meegenomen. Deze zet ik hier neer. En deze zet ik hier neer. Daar zitten hartjes in. Hier zitten stenen in. Ik had het even opge... Ik wil het even goed erbij pakken, dat ik het even goed doe. Jezus wil zo graag dat jij hem in alles betrekt. Zoals een lied zo mooi zegt, hè? Je hoeft niets te verbergen, want hij wijst jou niet af. We hebben net ook een paar liederen over gezongen, over onze identiteit. Het is zo veilig om naar Jezus toe te gaan, om naar Jezus toe te gaan met alles wat je bezighoudt. En misschien is wel de mooiste manier van het uiten van dankbaarheid dat je bij Jezus komt. Mag ik jou als pianiste vragen om naar voren te komen om een rustig deuntje te spelen? Hier voor jullie liggen twee bakjes. In de ene zitten stenen. De steen staat symbool voor hoe jij over jezelf denkt of wat anderen misschien over jou of tegen jou hebben gezegd. Nou, we gaan zo een lied horen. Dan mag je zo'n steen pakken en bij het kruis leggen. Dus loop even voorzichtig het podium op en leg hem daar op de gitaarhoes, onder het kruis. Even een beetje voorzichtig, ik zal het podium zometeen geduldig verbouwen. Dan hoop ik dat ik dan nog terug mag komen daarna. Dan laat je namelijk letterlijk wat achter van wat jou eventueel bezighoudt. Je legt het bij het kruis en je gaat lichter weg dan dat je kwam. En in het tweede bakje zitten hartjes, want misschien heb jij geen moeilijke omstandigheden en wil je net als David
iets moois van jezelf aan God geven. Dan pak je een hartje en natuurlijk kan het ook dat je beide pakt. Jij mag iets spelen en dan nodig ik jullie uit. Kom gewoon even uit je stoel. Kom naar voren, pak of een steen of een hartje of beide. En dan gaan we daarna bidden en nog een lied zingen.